Witte broodsweken die nooit voorbij gaan. 15 juni. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Jesaja 62, vers 5. Als God goed is voor zijn kinderen, doet hij dat niet als een onwillige rechter die vriendelijk is tegen een crimineel, terwijl hij hem in feite veracht. Hoewel die vergelijking ook niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Hij doet dat als een bruidegom die liefde toont aan zijn bruid. Soms zeggen we voor de grap, de witte broodsweken zijn over hoor. Dat we op zo'n manier over het huwelijk spreken, komt doordat we eindig zijn. We kunnen de intensiteit van de liefde die er was tijdens de witte broodsweken niet jarenlang volhouden. Maar God zegt dat zijn vreugde over zijn volk is als de vreugde van een bruidegom over zijn bruid. Hij spreekt over de intensiteit, de genegenheid, de verrukking, het enthousiasme en het plezier van de witte broodsweken. Daarmee wil hij ons duidelijk maken wat hij bedoelt als hij zegt dat hij zich over ons verblijdt. Daar komt nog bij dat de witte broodsweken met God nooit zullen eindigen. Zijn kracht, wijsheid, creativiteit en liefde is oneindig groot. En hij zal ervoor zorgen dat onze heerlijkheid steeds verder zal toenemen, tot in eeuwigheid. Hij is oneindig creatief in het bedenken van nieuwe dingen om samen te doen, zodat we ons in de komende miljarden, eeuwen en millennia nooit hoeven te vervelen. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.